Goeiedag, bijgaand de update van 27 maart 2020. Vandaag met aandacht voor de status en informatie over het coronavirus in de regio Haaglanden. Eerder deze week hadden we al aandacht voor Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Vandaag ligt de focus op Westland. Maar eerst een overzicht van de hoeveelheid personen die positief getest zijn per gemeente. En u ziet hier de kaart van heel Haaglanden en daarbij ook natuurlijk uw eigen gemeente en de hoeveelheid inwoners daarbij. Wat is op dit moment de situatie? Dus nogmaals de situatie en de update van 27 maart 2020 en de informatie die we hebben is van het RIVM. We kijken allereerst in Wassenaar, zijn dat op dit moment 6 personen. In Den Haag zijn dat er 124, in Rijswijk 14, in Westland 38, in Zoetermeer 17, in Leidschendam-Voorburg 18, in Pijnakker-Noordorp 23... in Delft 27 en in Midden-Delfland 3. Dat brengt het totaal op 270. En als u er dan van uitgaat dat er nog een week geleden maar 112 mensen positief getest zijn en die week daarvoor maar 20, dan is dat een fikse stijging. Om de importantie toch nog even te benadrukken, houdt u zich vooral nog aan de volgende richtlijnen. Ook in Den Haag hebben wij gezien dat dat niet overal gebeurt. En dat is natuurlijk heel triest, want daarmee brengt u uzelf, maar ook anderen natuurlijk, in de problemen. Regels hangen altijd aan de buitenkant van de winkel en die worden ook in de winkel herhaald, maar ook op de markt en dergelijke. Houdt u zich heel duidelijk aan de instructies. Houd afstand van elkaar. Kom zoveel mogelijk alleen naar de winkel. Kom niet naar de winkel als je verkouden bent of griepklachten hebt. En doe doelgericht boodschappen en koop niet meer dan je nodig hebt. Raak alleen het product aan wat u nodig heeft. Dus niet het product vastpakken en dan weer terugleggen. Het product wat u heeft vastgepakt, neem dat dan ook mee. Volg altijd de aanwijzingen van het winkelpersoneel en betaal met pin of contactloos. Dat kan nu al tot een bedrag van 50 euro. Gebruik een winkelwagen indien aanwezig. Ondernemer Nederland staat onder druk, maar onze aandacht gaat uit naar Westland. En er zijn een tal van activiteiten die te maken hebben met de glastuinbouw, maar ook de gewone ondernemer, die heeft het best moeilijk. Ik heb Ramon Doren. Goeiedag. Goeiedag, Tom. Je bent ondernemer in? Ik heb een herenkledingzaak in Wateringen. Mooi. En hoe gaat dat op dit moment? Wij zien op dit moment 80% minder klanten in de winkel. Ja, dus het is heel stil. Het is heel stil. Het is absoluut heel stil. Ja. Wat we wel merken is dat sommige vaste klanten echt nog langskomen om ons een hart onder de riem te steken. Ja. En ook de onderlinge ondernemers, die zien nog wel langskomen. Maar het is een heel stuk rustiger dan dat het normaal gesproken is. Hou jij ook afstand van je klanten of hoe gaat dat? Kijk, normaal bij een... een supermarkt heb je een karretje, daar kun je afstand hebben. Jullie hebben geen winkelkarretjes, neem ik aan, dus... Nee, als de klant binnenkomt, dan verwelkom ik ze en dan zeg ik ze van, dat ik ze wil helpen, maar wel op gepaste afstand. Dus die afstand bewaar ik. Het levert alleen af en toe een probleem op als iemand met een te lange broek aan staat die afgespeld moet worden. Maar daar zeggen we dan van, dan kunt u later mee terugkomen. Ja, en anders moet hij zijn handen omhoog houden waarschijnlijk, want als hij handen omhoog steekt naar beneden toe is de afstand wel 1,5 meter, denk ik dan, hè? Ja, nee, maar dat gaat helemaal goed. En voor de rest hebben we gewoon veel desinfecterende middelen in de winkel. Ja. Mensen kunnen hun handen ook met een zeep insmeren als ze binnenkomen of weggaan. Dus wij nemen wel alles in acht wat we in acht moeten nemen. Ja, hoe ga je dit... er zijn allerlei initiatieven, ook van de gemeente Westland, dat je in ieder geval nog een kleine vergoeding kan vragen of een tegemoetkoming in je bedrijfsvoering en dergelijke. Heb je daar al naar gekeken of maak je daar gebruik van op dit moment? Nou, ik heb daarnaar gekeken. Gemeente Westland is met het een en ander naar voren toegekomen. Maar dat betrof eigenlijk VOF's, want ik ben een VOF. Met één werknemer daarin en ik heb er meer. Dus ik wacht eigenlijk op aanvullende maatregelen. Vanuit het Rijk heb ik wel de arbeidstijdsverkorting aangevraagd. En het opschorten van BTW en loonbelastingbetaling. En ik ben druk in onderhandeling met de verhuurder om te kijken of we ook iets voor elkaar kunnen betekenen daarin. Ja, wat denk je? Het is natuurlijk een hele vervelende vraag, maar ga jij dit goed doorkomen? Maak je je toch wel ernstige zorgen?
ik maak me ernstig zorgen, maar ik doe er alles aan om goed doorheen te komen. En ik heb wat nieuwe initiatieven ook ontplooit met een nieuwe webshop. Met ook via ons Facebook, dus dat mensen dingen kunnen bestellen die wij dan zelf komen langsbrengen, omdat we persoonlijk contact zijn gaande te houden. Dus dat is een beetje waarmee wij nu bezig zijn. Goed. Nou, ik ga je in ieder geval heel veel succes wensen. En ik hoop, ik heb wat beelden gezien van een hele lege winkel. Ik zie nu natuurlijk één iemand lopen. En ik wens je veel klandizie toe, want ik denk toch, ondanks het feit dat we ons misschien niet zo goed voelen, dat we toch wel goed gekleed moeten blijven gaan. Ja, nee. Dat gaat helemaal goed komen, Tom. Dankjewel. Dankjewel, Raymond Doren. We sluiten ook vandaag af met een bijdrage van de Haagse Kunstkring. En dit keer met een muzikale bijdrage. En die heeft alles te maken met het overlijden van Lisbeth List. En nu nog een kort overzicht van de updates van de afgelopen week. Jullie zijn op zoek naar vrijwilligers. Kun je even uitleggen hoe dat precies in zijn werk gaat en wat die mensen ook zouden moeten gaan doen? Ja, we hebben in Den Haag een aantal instellingen die dak- en thuislozen opvangen. Het zij alleen 's nachts, het zij overdag enzovoort. En dat zijn vaak grote instellingen. Er zitten veel mensen bij elkaar. Dat is niet verstandig om dat in deze tijd ook zo voor te zetten. Dus we hebben een aantal locaties vrijgemaakt om groepen uit die grote instellingen onder te brengen in kleinere groepen. En daar hoort natuurlijk ook personeel bij. Alleen in de zorg is er niet veel personeel voorhanden en zeker niet voor deze gespecialiseerde groep. Dus wat we geprobeerd hebben te doen is nu het personeel wat beschikbaar is bij die grote instellingen zoveel mogelijk te verdelen over de kleine instellingen of de kleinere locaties. Maar daar hebben we echt handen tekort. Er staan vaak één of twee mensen maar op de groep. Dus een groep van 30, 35 mensen die hier bij elkaar zit. En die hebben gewoon een koffie nodig en een thee en een maaltijd en een douche enzovoort. En daar is ondersteuning bij nodig. Dus we doen een oproep aan de inwoners van Den Haag die een beetje gevoel hebben voor deze groep om ons daarbij te ondersteunen. Mensen die thuis zitten, die nu wat willen gaan doen en ook nog het huis uit durven, want dat is natuurlijk op zich ook nog wel een issue. Waar kunnen die zich melden? Wie kunnen ze bellen of kunnen ze mailen? Het handigste is om dat te mailen. Ik heb een gloednieuw e-mailadres gekregen daarnet. Het is team maatschappelijke opvang en dan is team met een hoofdletter, maatschappelijke met een hoofdletter en opvang met een hoofdletter @ denhaag.nl.
Bevrijdingsfestival gaat niet door. Ja, dat klopt. Heel vervelend nieuws. Maar ja, niks aan te doen. Het is gezondheid van de mensen gaat voor. Ja. Hebben jullie dat zelf bepaald of is dat van overheidswegen bepaald? Dat is van de overheidswegen bepaald. We wisten het zelf natuurlijk, we zagen het al aankomen. Want ja, met zo'n epidemie, dat is niet zomaar voorbij. Maar gisteravond heeft premier Rutte het heel duidelijk gemaakt dat alle evenementen tot en met 1 juni geschrapt zijn. En wij vielen op 5 mei, dus dat zit erin. Teleurgesteld? Uiteraard, ja, het was een groot feest geworden. Ja. Wat een landelijke opening van Bevrijdingsdag met ontsteken van het vrijheidsvuur door premier Rutte met een bijzondere buitenlandse gast ook nog eens een keertje. Gaat niet door. En 75 jaar vrijheid is sowieso een speciale editie. Ja, het is jammer, helaas, er is niks aan te doen. Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan, de rivieren. En de vogels en de dieren, als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou het strand de zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten, als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten. Geen dichter zou meer dichten, als de liefde niet bestond. Nergens zouden bloemen staan, en de aarde zou verkleuren. Overal gesloten deuren, en de klok zou niet meer slaan. Als de liefde niet bestond, dan was heel de vrijerij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven, als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen. De wind zou niet meer ademhalen, als de liefde niet bestond. Geen appel zou meer rijpen, zoals eens in het paradijs. Als wij elkaar niet meer begrijpen, wordt de wereld koud als ijs. Ik zou sterven van de kou, en mijn adem zou bevriezen, als ik jouw liefde zou verliezen. Is geen liefde zonder jou. We gaan het hebben over jullie mooie initiatief, want het is een initiatief dat heeft te maken met het verzorgen van maaltijden. Klopt dat? Dat klopt. Ja, het is begonnen bij het initiatief van Ben Lagap. Die heeft gezegd, ik ga met de coronacrisis 100.000 maaltijden voor kwetsbare ouderen koken. En dan is natuurlijk de vraag, hoe krijg je de maaltijden bij de mensen die het hardste nodig hebben? En daar hebben we de samenwerking gevonden. Ook samen met de gemeente Den Haag en de welzijnsorganisaties onder de koepel van Xtra, in samenwerking met Welzijn Scheveningen. Hoe lang kun je hiermee doorgaan? Nou ja, wij streven daarnaar om door te gaan tot de maatregelen opgeheven zijn. En dat lijkt nog wel even te gaan duren. Vandaar dat je ook een stevige organisatie moet inrichten. Ik denk dat we daar een hele goede basis voor hebben gelegd. We hebben vandaag, wat je kon zien, de eerste officiële maaltijden van Ben uitgereden. Afgelopen dagen spraken we ook al mensen die eigenlijk op dat moment al niet meer te eten hadden. Daar heeft ons leerwerkrestaurant heerlijke noodmaaltijden voor gekookt. Die hebben we tussentijds al uitgereden. Dus ja, ik denk dat we dat nog wel even volhouden. Met alle vrijwilligers in de wijken die ons daarbij ondersteunen. Ja, heb je nog extra vrijwilligers nodig? Of kunnen mensen zich nog aanmelden? Of kunnen mensen die zeggen, ik wil eigenlijk ook wel in aanmerking komen voor zo'n maaltijd, zouden die zich nog bij jullie aan kunnen melden? Er is een centraal nummer in Den Haag opgericht. Nummer 070-205-3003. Daar kun je ons eigenlijk met al die vragen en aanbiedingen bellen.
dan gaan wij ook samen met de mensen die bellen kijken of nogmaals wat andere opties zijn. En op basis daarvan kijken we, mocht je in aanmerking komen voor deze oplossing of een andere oplossing, dan komt dat goed. En als je hulp aan wil bieden, kun je dat daar ook doen. Niet iedereen wordt in gelijke mate getroffen door de maatregelen van de overheid, maar met name kwetsbare groepen kunnen daar heel veel last van hebben. Een van de gevolgen van de maatregelen van de overheid is dat bijvoorbeeld wijkverenigingen hun wekelijkse koffieochtenden niet meer kunnen houden. Dat is voor veel mensen een belangrijk sociaal moment, maar ook een plek waar ze hun problemen bespreken en waar ze vaak samen hulp van anderen krijgen om dingen op te lossen. Dat valt nu weg en daarom lijkt het voor de gemeente van belang om een sociaal servicepunt goed bereikbaar te maken waar mensen met hun vragen en moeilijkheden terecht kunnen. En tegelijkertijd is het heel mooi dat je ziet in de samenleving dat er allemaal mensen zijn die spontaan hulp aanbieden bij de gemeente. En dat proberen we ook te coördineren zodat vraag en aanbod als het ware bij elkaar worden gebracht en de goede hulp op de goede plek komt. Ja, maar is het gemeentehuis nog open? Het gemeentehuis is nog open, maar voor mij alleen maar voor bezoekers op afspraak. En in de werkgedeelte waar de ambtenaren werken zie je helemaal niemand meer. Dus ik werk nu zelf vanaf thuis. En dat valt dat mee? Is dat dan nog te doen? Hoe hou je contact met je andere collegegenoten of partijgenoten? Nou, we hebben gisteren voor het eerst een collegevergadering gedaan digitaal. Het is behoorlijk wennen, moet ik zeggen. Maar ik leer deze dagen ook heel veel van allerlei moderne apps die je hebt om digitaal te kunnen vergaderen. Ieder nadeel heeft zijn voordeel, wordt er dan gezegd. Ja, het maakt je dan weer een beetje inventiever. Ja. We hebben het nu specifiek over dat sociaal servicepunt. En daar ga ik zo dadelijk met een collega van jou nog over praten. Leidschendam-Voorburg. Er zijn op dit moment 14 mensen besmet. Dat staat niet in verhouding met bijvoorbeeld Den Haag. In de hele regio gaan we al naar 190 toe. Dat is echt al behoorlijk groot. Heb je het idee dat de mensen zich in Leidschendam-Voorburg ook goed aan die richtlijnen houden? Nou, ik ben eerder vanmiddag zelf even een boodschap bezig doen. En toen viel het me op, deze keer voor het eerst eigenlijk, dat mensen ook in winkels vrij spontaan aangeven van afstand houden van elkaar en ook afstand nemen. Ik heb het idee dat het met enige vertraging toch is gaan landen in de samenleving, dat het echt van belang is dat we die maatregelen ook echt samen uitvoeren. Oké, en prognose? Ik luister naar de deskundigen en dat volg ik maar. En dan hoop ik dat we dus inderdaad begin juni weer een enigszins normale samenleving met elkaar kunnen hebben. Het sociaal servicepunt is eigenlijk al een tijdje in Leidschendam een telefonisch loket en ook een fysiek loket waar inloopspreekuren zijn. En een digitaal loket waar iedereen in Leidschendam bijvoorbeeld met alle vragen op sociaal gebied terecht kan. Als mensen nu thuis zitten en die hebben geen Skype nog
en misschien geen WhatsApp, die kunnen bellen met jullie, neem ik aan. Heb je een telefoon? Die kunnen bellen. Ja, die kunnen bellen elke dag van 9 tot 5, elke werkdag moet ik zeggen. Kunnen ze bellen naar 070 natuurlijk, 205-7000. En ze kunnen ook altijd een e-mail sturen naar info@sociaalservice.nl. Ondanks alles, een heel fijn weekend toegewenst en zorg goed voor uzelf en blijf gezond. Dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer weer.